zijn we fris en fruitig weer. Wij zijn op avontuur, jongens. Heel lijp. Oké, Bas. Let's go. Oh. Nou, doe eens even niet zo raar. Hey. Diego is echt de oplossing. Wat doe jij dan? Alle fijn. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, dat is. Today is another great day. Het is weer een mooie zonnige dag vandaag, dames en heren, jongens en meisjes. Dus ik ga mijn skibroek aantrekken en dan gaan we eventjes wat toffe afdalingen doen. Ruben en mijn ouders die hebben me weer verlaten. Ik denk dat het aan mij ligt. Dat ik elke keer wat later mijn bed uitkom. En dat ik ook nog eventjes ga editen. Maar dat maakt niet uit, want ik zie ze boven alweer. Meestal is het een beetje hetzelfde patroontje. Gaan we helemaal naar de top van Servo's. Dan gaan we daar koffie drinken. En dan gaan we ongeveer richting de lunch. Dus ik kom ze wel weer ergens tegen. Maar kijk, nu is de vraag, Bas. Zijn we fris en fruitig weer? Ja, ik moet eventjes opstarten. Maar? Ik heb hier... voor zo meteen nog even. Jezus, het is weer zover. Wanneer had ik gisteren nog gestolen? Gestolen? Uit de George. Het is jongens, dit is geen goed voorbeeld, ik weet het, maar. Nee, maar het is niet gestolen, want hij lag op de bar. Omdat iemand had er iemand, zeg maar, er hangt een bel daar. En als je aan die bel gaat, ja, gaat bellen, zeg maar, dan moet je dus een rondje bestellen, een shotje doen. Moet je een jekermeisje kopen voor iedereen die aan de bar staat. Dus dan wordt hij eigenlijk de hele bar wordt gewoon volgegooid met shotjes. Het was weer leuk, gisteren. Het is hier binnen altijd zo fucking warm, jongens. Het is niet zo warm. Het is echt leuk. Oh. En dan schoenen aantrekken. Dit is wel echt het beste van de dag altijd, jongens. Lekker genieten. In de warmte. Huh? Hier houd ik mijn fun uit. Ja, hier houd ik ook echt mijn fun uit van de vakantie. Dit is echt mijn ding. Skischoenen lopen zeg maar ook echt hard. En zomerschoenen lopen een beetje sloffen. Je ziet wel echt het plezier eraf stralen, hè? Ik denk dat wil jij goed je skischoenen hebt. Hij ging net ook vallen. Nou, dat hoorde ik, ja. Ik woon net buiten in de gang op de trap. Liet je het binnenvallen? Ja, op de trap. Oh. Het zou vandaag bewolkt worden, maar hier in het dorp is het eigenlijk wel prima. Zo kijk. Het is wel bewolkt. Oh ja. Ja, dat is niet best. Kijk eens jongens, we komen bovenaan en er is verse sneeuw gevallen. Dat hoor je gelijk als je aan het lopen bent. Het gaat kraken. Dus we gaan er weer. Hey Bas, een leuke dag van maken. Samen, met z'n tweeën. Hè? Kijk jongens, er is een goed laagje bijgekomen. Je ziet het ook wel. Oei. Een nieuw laagje is altijd perfect. Je poten. Wat een uitzicht, hè? Geniet er nou eens van. Hè? Besef het, neem het nou eens in je op. Hoi, oh. Het kop voor jou. Je hoort er ook al aankomen. Wow! Oh. Hé, hey, kijk eens even, jongens. Er is echt een goed pak bijgevallen. Zeg je? Dat is ook zo kut. Maar hoe sta jij ook op? Zeg maar, wat is je plan? Ik heb nog nooit iemand zo zien opstaan. Ja. Ligt zelf weer. Kijk eens jongens, hoe lekker dit eruit ziet. Nog één iemand voor ons geweest vandaag. Maar we gaan een beetje hier de piste af. Want dat vinden wij... Ja, wij zijn op avontuur. Wij zijn op avontuur, jongens. Heel lijp. Oké, Bas. Let's go. We weten ook niet helemaal waar we uitkomen. In leg. Het is wel echt heel vet. Kijk, daar komen we dus vandaan, jongens. Wat een plaatje, hè. Dit is wel echt een mooi stuk altijd. Fuck, ik zit vast. Dit was kut. We moeten daarheen. Nou, ik ga mijn bord losmaken, jongens, dat heeft geen zin. Zo jongens, we hebben een lekker koffietje gedronken. Een limonadetje. Het is weer tijd om door te gaan. Ah, goedemorgen, wie geht's euch? Wie geht's euch heute noch? Goedemorgen, hè? Sonnenschein. Ah, Sonnenschein, goedemorgen. Nou, wie is er hier vanaf springen? Waarom? Ja, doe maar. Leuk voor de vlog. Ja, leuk voor de vlog. Doe het voor de views. Nee, doe maar niet, Bas. We moeten nog skiën. Hallo, goedemorgen. Ik ben Bas en ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Haarlem. Oh, daar gaat iemand op zijn smoel. Hallo, guten Tag. Wie
Hé, hey, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Wat is daaronder, dat hitje? Is dat saus? Kaas. Het is kaas. Moet ik eten. Lekker eten, hè? Ja, heel lekker. Wij hebben het lekker geluncht en we gaan nu weer lekker boarden. En een vriend van ons, Nick, die is hier ook. En we waren gisteren ook al appelskiën met hem. Maar ja, we vinden het wel even gezellig om met z'n allen even lekker een vette, toffe afdaling te doen. En we willen even misschien naar het funpark, dat zit daar. Zit je nou weer te schreeuwen? Waarom moet je altijd schreeuwen? Echt lekker jongens, het zou vandaag de hele dag bewolkt zijn, zonder zicht. Maar uiteindelijk is het gewoon prachtig weer. Wow. Ah, als je je bril niet opzet, krijg je helemaal tranen over. Kijk uit man. Wat een winst. Wat een fonds. Dit is echt een wereldfonds. Kom je aan dan? Met je dopneus? Oh. Geen dopneus, maar dopkaas. Wat een fonds. Was het wat? Oh, alsof ik weer verliefd ben voor de eerste keer. Het zijn gisteren ook. Zo warm gevoel, kijk ik. Nou jongens, ze zijn bijna boven. Gooien. Niet doen. Niet zo flauw doen. Wat een leuke vent ben jij toch ook, Nick? Alles echt leuk op mijn stem is nog niet. Heb je het overleefd gisteren? Oh ja, ik heb niet gedronken. Had je al Nick was gisteren. Ja, ik heb eigenlijk op profijt, hou je stem ook al van. Ben je lekker fit de volgende ochtend? Ik ga eigenlijk heel de week gewoon niet drinken. Oh ja, alleen vroeg de piste op en zo. Ja, vroeg op tijd slapen. Lekker man. Daar komt Bassie. Daar komt Ruup. Steady. Kom maar Nick. Dit wordt wat. Ja hoor. Zakelijk, hè? Heel zakelijk. Oh ja. Ja, het begin ging goed. Het begin ging goed. Ideeën 10, uitvoering 5. Holy shit jongens, we zijn de dalafdaling hebben gedaan en wij gaan altijd gewoon recht in één streep naar beneden. Maar als je beneden bent, je zou het niet verwachten, maar je bent helemaal kapot. Oh, huh? Nee, er is iemand gevallen, ouwe. Kijk daar jongens, er staan allemaal mensen. Er is iemand gevallen. Is iemand op haar weg gegaan daar? Ja, dat is Nick. Teruggebroken. Zo, ja het is eng jongens, weet je, het is echt heel druk hier, dus het is gewoon gevaarlijk. Ja, klopt. Daar komt Jonik hier tussen. Oh, ik weet niet wat hij gaat doen. Ah, dat is netjes. Oh my god. Oh. Het is mijn hoofd. Nou, doe eens even niet zo raar. Hey. Hey. Man, ik heb er altijd uit kijken. Nou, hey. Hey, lekkere piste of niet? Ja, niet normaal, hè? Dat je benen gaan eerst door dood, hè? Ja, hoor. Ja, mijn voeten, maat. Ja, Zo, dat ga je echt goed voelen in je poten. Nou jongens, daar zitten we dan. We zijn er even helemaal klaar mee. Goede afdaling gehad. Potje aan doel. Kijk. Gaat kinderen meegenomen. Ja. Oh. Die vrouw daar ligt nog steeds om een dekentje. Maar blijkbaar heeft ze waarschijnlijk haar knie gebroken. Ze stond stil en toen is iemand tegen haar aangebotst. Niet leuk. Nou jongens, daar gaat ze. Ze is op een sleetje gezet. En ze gaat nu waarschijnlijk naar het ziekenhuis. Geef dat mensen even een jegermeisje. Dan voelt ze zich wel beter. Wat zeg je nou? Geef er een jegermeisje. Jegermeisje is echt de oplossing voor alle pijn. Hey, mijn camera is deze keer niet beslagen, jongens. Dat is top. Vorige keer was het beslagen. Drie keer kwam dat je van koud naar warm gaat. Maar dat doet hij deze keer niet. Maar wij gaan gezellig naar de Patsy. En we gaan weer lekker een biertje drinken. Ja, we hadden echt wel gezegd vandaag. Zeiden we van, oké, vandaag is echt een rustdag. Maar eentje. 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 Zeker. Dit is zo schattig dat ik niet bij je langs is. Doet zo. Vieze.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want dit is de eerste avond dat ik niet naar George ga. Ik blijf lekker thuis, ik ga lekker in mijn bedje liggen. Eerst ga ik nog even editen en dan is morgen weer een fantastische nieuwe dag. En morgen is een hele leuke dag, want het wordt en lekker weer. We gaan vroeg de piste op, we gaan waarschijnlijk rodelen. En in de avond kunnen we skiën tot 11 uur 's avonds, dus het is helemaal donker. Dan is één piste verlicht, gaan we met alles skiën, we gaan uit. Dus het wordt een hele leuke dag. Dus ben je nog niet geabonneerd, laat... Ik word zomaar gestoord. Ik word gewoon gestoord. Ik hoorde jou. Mam, ik ben aan het werk. Zo shit. Jij bent gestoord. Klinkt best wel gek. Maar wat ik wilde zeggen, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan en laat een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Later! Ja.